Als we het hebben over een huishouden van Jan Steen, dan hebben we het over mijn huishouden. Levendig en een tikkie chaotisch. Het Mauritshuis doet onderzoek naar een aantal werken van Jan Steen. En daar kwamen fascinerende weetjes uit. De 17e-eeuwse schilder Jan Steen begon zijn carrière in 1640. De bloeiperiode van de Gouden Eeuw. En hij was enorm productief en liet maar liefst 400 werken achter. Sabrina, jullie hebben een aantal schilderijen van Jan Steen in de collectie. Wat typeert hem nou? Jan Steen is vooral goed in het schilderen van genreschilderijen. Dat betekent het leven van alle dag. Er zit vaak heel veel humor in zo'n werk. Zoals bij dit schilderij. Het gaat erom dat de ouders het goede voorbeeld aan het kind moeten geven. Dat gaat niet helemaal goed, hè? Dat gaat hier helemaal niet goed, inderdaad. Is dit ook waar de uitdrukking een huishouden van Jan Steen vandaan komt? Ja, inderdaad. Dat zie je dus ook in die schilderijen. Het is vaak chaotisch, het is rommelig, er zijn heel veel mensen. De datering van Jan Steens schilderijen werd tot nu toe alleen aan zijn woonplaatsen gelinkt. Maar door nieuwe moderne technieken komen we nu veel meer te weten over Steens werk. Dit is de infraroodcamera. Die kan door verflagen heen kijken. En je ziet dat hier op het beeldscherm dat Jan Steen in eerste instantie op deze plek een hondje had geschilderd. Weer zo'n typisch koikerhondje dat je vaak in zijn schilderijen ziet. En dat hij dat later gewijzigd heeft in dat wijnvat wat er niet zo schuin overheen ligt. En wat zegt dat dan over de datum? Zo'n hondje zien we ook bijvoorbeeld weer in een ander schilderij van hem. Ook in zo'n houding. Dus dan heb je al het idee van nou, die liggen heel dicht bij elkaar in tijd. Maar daarnaast heb ik van dit schilderij ook een aantal verfmonsters genomen. Dit is het? Dat is het. Zo klein? Ja, zo klein inderdaad. Hè? En hier doen jullie alles mee? Je ziet hier meerdere verflagen. Je hebt deze twee lagen, dat is de grondering. En dan zie je hier de verflagen. Dan weet je dat. En dan? Dan kan je het weer vergelijken met monsters van andere schilderijen van Jan Steen. En kijken of daar overeenkomsten zijn. Als dit schilderij straks weer in het museum hangt en wij er allemaal van kunnen genieten. Wat voel jij dan? Nou, wel voldoening inderdaad. Ook stiekem een beetje trots misschien? Ja, een beetje wel. Sowieso hangt dit werk in een zaal waar meerdere werken door mij gerestaureerd zijn. Het is een beetje mijn zaal geworden, mijn museumzaal. Met veel werken van Jan Steen die daar bij elkaar hangen. Caroline Dijkhuizen, ze schittert in de mooiste musicals zoals The Bodyguard, Aida, The Lion King. En heel erg in het ver verleden ook nog in het achtergrondkoortje bij ouder wordende voormalige tieneridolen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De musicals zijn even aan de kant en Caroline dook de studio in voor haar eerste album. Haar ode aan de Bee Gees. En daar is die. Ja. Nou, ik wil je even een compliment maken. Echt, want ik heb gisteravond weer gehoord. Die musical dames, die leading ladies, die kunnen zingen, joh. Ja. En die moeten dat ook elke avond doen. Hoge noten, lange noten, alles wat zangeressen zoals ik gewoon eigenlijk nooit doen. Maar als je ze probeert te vangen op een plaat, dan lukt het niet. Ja, ja. En het is bij jou wel gelukt. Ah, thank you. Dat is echt fantastisch. Is dit nou een droom die uitkomt? Nou, het is grappig, want het album is zeker een droom. Ik had alleen niet verwacht dat het in deze vorm gegoten zou worden. En ik ben een jaar geleden benaderd door de platenmaatschappij Cloud9 Music of ik dit project wilde doen. En toen dacht ik, oh my god, de Bee Gees? Ja, dat wil ik. Ja. Ik zat vroeger met mijn radiootje gewoon 's nachts naar Candlelight en Sky Radio te luisteren. En dan kwamen die nummers, weet je, al die prachtige ballads kwamen voorbij. Ja. En ik ben gewoon fan. Ik ben gewoon fan. Ja. Ja. Maar weet je, ik ook. En dat was nog voor die tijd waar jij fan van was. Maar ja. Voor degene die niet weten wie de Bee Gees zijn, hier heb ik een klein overzichtje. Ja, drie zangvogeltjes uit Australië, die mannen. Ik was fan van hun broertje, Andy. Andy? Ja, echt waar? Ja, maar die is vroeg gestorven. Die, ja, die kon niet van de drugs afblijven. Nee. Maar deze mannen waren hele lieve, succesvolle mannen. En zo voordat Saturday Night Fever, voordat ze heel hoog gingen zingen, waren ze al ontzettend beroemd. Hè? Dat is nog dat is waar. En dan op een gegeven moment dan ontdekte een A&R manager dat ze dus dat falset geluid hadden. Oh ja? En toen explodeerde het. En toen kwam natuurlijk ook Saturday Night